Nou, allemaal leuk en aardig, maar laten we nou eens concreet gaan kijken. Daar kwam een blikje aangehuppeld. Nou zit ik hier bij een instituut voor engineering, dus ik heb als voorbeeld genomen iets wat inderdaad technische aspecten heeft. Dit blikje, een blikje cola zeg maar, hè? Je ziet wel, er is iets geks mee. Daar hangt een rugzak op. En die rugzak is een symbool voor alles wat gebeurd is om dat blikje tot stand te brengen. Inclusief de milieulast, de financiële kosten, de inspanningen die mensen zich hebben getroost enzovoorts. En het is heel aardig om eens een plaatje te maken waarbij je dan die hele rugzak in kaart brengt. Moet eens kijken, hier heb je een proces. En daar begin je linksboven bij de winning van bauxiet. Nou, je weet misschien van de lagere school, de basisschool. Bauxiet is de grondstof voor aluminium. Hè? Dus dat gaat dan met een vrachtwagen vanuit de mijn. Een vrachtwagen is pak een beetje een dag onderweg. Gaat dat naar de chemische fabriek, waar bauxiet omgezet wordt in aluminiumoxide en een hele hoop afval. En dan zie je al meteen die andere halve ton, dat afval heb ik hier niet eens ingetekend. Dus dit plaatje is sterk versimpeld. Er moeten eigenlijk nog heel veel meer pijlen in. Bijvoorbeeld al een toevoerpijl op dat punt voor energie, want dat krijg je niet voor niks. Het winnen van aluminium uit bauxiet is zeer energieintensief. Nou, dat gaat dan verder. Een schip vaart ongeveer een maand naar Zweden, brengt het spul daar en dan gaat het even een paar maanden in de opslag. Dan wordt dat omgevormd tot echt aluminium. Dan heb je nog maar een kwart over van de oorspronkelijke massa. En dat gaat dan in dat geval met witte steenkool, met elektriciteit uit een stuwdam. Nou, en zo gaat dat verder, 2 weken harden en dat hele proces dat volgt zo. Het gaat zo een hele tijd verder. Dan heb ik het nog niet gehad over het vullen, maar dat vullen zie je hier al aankomen. Colombia, cafeïne van de koffieplantage. Uit Frankrijk, de bietenvelden, dit klopt allemaal overigens, dit is echt waar. Zo. Er zijn natuurlijk andere bronnen, het komt niet uitsluitend uit Frankrijk, maar onder meer uit Frankrijk. Als je dat verhaal verder volgt, dan krijg je dit. Nou, hier heb ik dan maar voor de gelegenheid 1 keer eens wel even wat afval erbij gezet. Giftig cadmium en radioactief thorium. Afval dat vrijkomt bij de productie van cola, wist je dat? Dus denk daar even aan de eerstvolgende keer dat je cola drinkt, als je wilt. Ja. Nou, afijn, je volgt het proces verder. In België wordt het gevuld, gaat het deksel erop, gaat het in dozen of kratten op pallets, komt in Nederland in een distributiecentrum naar de winkel en dan wordt het leeg gedronken in ongeveer 5 minuten. En dan is het verhaal bijna af, want het laatste stukje is dit. Nou, kijk, als je dit proces ziet, is denk ik onmiddellijk duidelijk wat een waanzin dit is. Je bent maanden, misschien wel jaren bezig met een ingewikkeld productieproces over de hele wereld. Om dat blikje te krijgen en je gooit het weg in een seconde. Nou wordt zo'n blikje gelukkig in de meeste gevallen wel gerecycled. Daar wil ik niks verkeerds van zeggen. Dat weet ik wel. Maar als je even ziet wat er allemaal in de rugzak van zo'n simpel ding zit. Moet je je voorstellen als je het hebt over andere dingen. Dit scherm, wat zit er in de rugzak van dat scherm? Glas. Wat zit er in de rugzak van dat glas? Het zijn allemaal vreselijk ingewikkelde processen. Alles bij elkaar. Vanaf de winning tot aan het eind. En het is wezenlijk dat je dat soort processen heel goed in kaart brengt, want dan pas kun je gaan werken aan optimalisering.